Daar zitten ze, jonge eendjes. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Ik zal even mijn stoel wat hoger doen. Ik zit een beetje laag. Het is vandaag zondag 17 mei. En we leven om 13:56, bijna 2 uur. Ik ga straks aan de wandel en ik neem jullie mee. Enkel waar ik naartoe ga, weet ik niet. En of ik al überhaupt kan gaan vloggen, filmen, weet ik ook niet. We zien het wel. Ik ga gewoon lekker een blokje om. Het is prachtig mooi weer. Een strak blauwe hemel. Wat wil een mens nog meer? Ja, het zonnetje schijnt. En ja, we gaan er gewoon zo meteen vandoor. Want Kandalf is ook binnen en die laat ik lekker dit keer even binnen. Het is nou Rijka en ik. Ja. Ik wil niet iedere keer op jou hebben en dat ik mijn hart vasthoud dat hij onder een auto komt. Dan kan ik eens een keer van een andere route erbij gaan pakken, weet je. En niet bang zijn dat hij wordt overreden. Dat, maar ja, komt allemaal goed. En ik wens jullie natuurlijk ook weer een welkom bij een splinternieuwe vlog. Ja, met een nieuwe Corina. Mijn haar helemaal weer netjes door de kapper gisteren gedaan. Zoals jullie mee hebben gemaakt. Ik ben netjes gekleed. Ik ga er lekker van door. Ik heb een lange rok aan. Een hele mooie. Ik zal hem jullie laten zien. Oh. Allemaal bling bling, heb ik ooit eens een keer op de Juttersmarkt gekocht. En hij is al eigenlijk oud, maar ik ben er heel zuinig op. Ik heb hem gekocht voor ons eerste jaar huwelijksjubileum. Toen we een jaar waren getrouwd, zijn we wezen uit eten. Het topje die ik erbij had gekocht heb ik ook nog, maar die moet ik even nog maken. Want dat zijn van die vlindermouwen en er is een stukje naad los. Maar deze bloed staat er ook keurig bij, want er is ook goud in de rok, zit goud, dus ja, wat wil je nog meer? Ja, toch? Was jij aan het spelen? Ja, was jij aan het spelen, meisje? Oh ja, ik weet het. Dus ja, lieve vrienden, dat wou ik even nog laten zien. Dat was eventjes heel erg leuk. Ik ga weer afsluiten. Ik neem jullie dus mee. Dus jullie gaan in de tas. En ik zeg veel plezier met hetgeen wat jullie gaan doen, maar ook wat wij gaan doen. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Maar daar zijn mijn jonkies. Dus daar maar vanaf blijven, vind ik alles best. Ik zie de vier. Mooi, ja. Dat zijn die kleintjes die daar in de, onder de brug lagen bij die troep. Kijk, mama is er al bij, of papa. Die duikt nou naar beneden iedere keer om te kijken, om te voeren. Met het kopje naar beneden, hup, weg is ze. Kijk, daar nog jonkies.
Mooi, hè? Zo gaaf. Nee, we gaan verder. En daar zitten jonkies in het gras. Nee, ik zit ook met Rijka vanzelf. Daar zitten ze. Jonge eendjes. Hoe mooi is dat. En dan komt er ook nog een auto aanreizen. Rijka, kan dat? Zo mooi. Wat mooi. Prachtig gezicht. Ik probeer er even wat dichterbij te komen. Even mijn rem eraf halen. Rijka. Ik ben wel een paar jongen. Oh, daar bij moeder. Achter moeder zit er ook nog een. Mooi. Echt leuk hoor. Ze zijn nu zelf aan het poetsen en aan het doen. Nou, we gaan weer verder, want er komt alweer een auto aan. Ja, lieve vrienden, ik was helemaal vergeten de camera weer uit mijn tas te pakken, maar het doet er niet toe. Ik heb alweer heel wat gedaan. Een vlog in elkaar gezet, ik heb lekker ook heerlijk op mijn gemak in film zitten te kijken. Ik heb Karen en Roderick geholpen, die hadden even mijn hulp nodig. Dus ja, helemaal weer in mijn sas wat dat er gaat. Ik heb mijn vest weer opgehaald van boven, want ik kreeg het koud. Maar ja, nou ga ik ook weer met Rijka lopen. En we hebben vanmiddag leuke jonge kuikentjes gezien, hè? Ook in de berm, ja, heel dichtbij. Ik hoop dat jullie dat ook konden zien. Maar ja, dat merk ik dan wel weer. Dat hoor ik vanzelf wel, mag ik hopen. Ja, schrijf het er maar onder dat jullie het hebben gezien. Vind ik leuk. Ja, laat maar weten. En mijn telefoon die gaat, ja, dat is een dochter van een hele lieve vriendin. En die dochter die zegt super oma tegen mij, nou hartstikke lief. De zoon ook hoor, die zegt dat ook super oma. Zij is ook tegen mijn man super opa. Nou, hoe wil je dat, dat is toch mooi hè? Daar glunde je van, oeh, daar groei je van. Ja, dat vind ik prachtig. Dus ja, lieve vrienden, ik ga zo weer met Rijka lopen. Die wilde weer even uit en het is ook alweer een half uur later. Maar ja, dat is ook omdat ik normaal... Nee, in een half uur, een uur, ja. Meestal tussen half zes en zes uur ga ik weg met haar. Maar het is nou bijna half zeven. Maar ja, we waren vanmiddag ook een beste wandeling gedaan. Ik denk, ik kan ook wel eventjes op later gaan vanavond. Ja, toch? Ja. Dus we gaan straks lekker even weer aan de kuier en eventjes langs de gracht voor een kort blokje en dan zien we wel weer. En dan nog eten maken, et cetera. Want ook ons maagje begint wel weer te vragen. Ja, dus ik wens jullie natuurlijk een hele fijne avond toe. Ja, en ik zou zeggen tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben een beetje treurig. Ja, ik ben een beetje boos. Ja, niet op jullie hoor. Nee. Op mijn computer. Ja. Mag morgen de winkel opbellen, want mijn scherm blijft zwart. Ik had een foto opgezocht van onze koningin Maxima en daar zou ik een plaatje van maken. Dus ik heb hem op mijn scherm staan en ik klik erop om dus het programma te openen. Gaat er iets heel anders open waar ik niet om vroeg. Dus die was geopend. Ik wil hem weer uitdoen. Want ik denk, ja, ik heb jou niet nodig, dus ik vraag niet om jou. Dus ik doe hem uit. Blijft mijn scherm helemaal zwart. Zoals mijn onderwerkbalk, waar ook het windowvlaggetje in zit, et cetera. Zwart, alles was zwart alsof die uit was, maar de lichtjes branden wel.
alles geprobeerd wat er in mijn vermogen ligt om te doen wat ik dacht van het kan wezen. Roderick, Karin gebeld, die geholpen, ook weer van alles en nog wat doorgenomen, maar het scherm blijft zwart. Dus ik zal straks denk ik met een half uur ongeveer, probeer ik hem weer aan te doen. Kijken wat hij dan doet, dan is hij ook afgekoeld helemaal. Hoop ik dat hij dan zegt van ja, ik doe het voor je, maar het kan ook wezen, ik doe het niet. Dan is morgen de winkel bellen, maar ik ben er wel treurig om. Ja, Tori, je wilt zoveel, je moet zoveel, maar je kan twee keer niks beginnen. Dus ja, ik hoop dat ik morgen dan, als die al niks doet, dat ik morgen sowieso moet bellen en dat ik geholpen word. Simpel, ik moet geholpen worden, ik moet daar goed spullen betalen, wat goed draait en niet zomaar 1, 2, 3 kapot gaat om een klein tikje te krijgen van een stofzuiger of dan ook, want dan is dat ding niet goed, punt. Want daar staat dus op de grond die pc en Ewen die loopt te zeuren. Rijkaard ligt in de mand te slapen. Kandalf is zover ik weet buiten. En Ewen die wil weer voor de zoveelste keer wat eten hebben. Hé? Ja, nou ja, je zult dan één stuk door. Ja. Zullen we jou dan het eten eventjes weer geven? Maar ik weet zeker, je loopt er toch weer bij weg. Ja, je loopt er toch weer bij weg. Waar ben je dan? Zo. Ja, doe maar. Of toch niet? Ook goed. Nou, toppie. Helemaal goed. Dus ja, ik heb koffie staan. Ik ga mijn koffie drinken. En we zien wel hoe het ruilt en zuilt. En nou ja, doet hij het niet, kan ik misschien hopelijk ook vanavond eens een keer op tijd naar bed. Maar ik zou zoveel nog gedaan hebben, weet je. Gelukkig heb ik wel nog een filmpje weten te renderen en naar YouTube kunnen te brengen. Dus ja, en er staat op YouTube, staat er even genoeg. Dus ja, ik hoop dat het allemaal weer voor elkaar komt op tijd, zodat ik verder kan gaan en dat ik jullie niet hoef te laten wachten. Zowel mijn excuus ervoor, dat jullie dan weer moeten wachten op nieuwe filmpjes. Daar kan ik niks aan doen. Dat ding moet wel goed zijn. Ja, simpel. Maar oké, ik kan er dus nogmaals niks aan doen. En ik probeer mijn best te doen om jullie van dienst te zijn in alles wat jullie willen. Wat jullie verwachten. En ik doe jullie allemaal een dikke kus en omhelzing virtueel. Mijn vrienden die van mij houden. Ik weet dat er een heleboel volgers zijn die meer zijn dan alleen nog mijn volgers. Dus ja. Mijn excuus. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel weer goed, hopelijk. En ik hoop dat het op tijd goed komt. Want het moet met een kwartiertje weer goed zijn, volgens Roderick en Karin. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, we wachten het morgen sowieso af. Ik moet sowieso eerst naartoe bellen. En dan hoor ik wel. En toen zei Karin ook, moet, als het er ander toe moet... Een tas pakken, daar een kussen in leggen, daar dat ding op. En dan weer een kussen, zodat hij goed tussen de kussens in zit. Nou ja, oké, okay, dan doen we dat toch, ja. Ik weet het ook anders niet. Gewoon een kussen erop en daar de heide weer op. Want ja, ik moet met die booster en dat trilt natuurlijk, hè. Ja, en dat moet niet. Maar ja, dat heet met een auto ook, dat gaat ook heen en weer. Maar ja, we wachten het af even en ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. En ik hou jullie op de hoogte natuurlijk. Ik hoop dat morgen weer gefixt kan worden allemaal. En dan zien we het wel weer. Ik zou zeggen, voor nu welterusten, lekker slapen en morgen weer gezond eruit. En ik blijf natuurlijk wel vloggen, ja, zeker te weten, want het moet gewoon weer goed komen dat spul daar, ja. Ik heb een garantie op hoor, ik heb hem nog niet in 10 jaar staan. Maar oké, ik zou zeggen voor nu, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!